Gaëtan, eerst en vooral dikke proficiat met de overwinning hier op Virton. Het doet waarschijnlijk deugd na een 1-6. Ja, natuurlijk. Het was een belangrijke match. Belangrijk om weer die 3 punten te nemen. Dus we zijn heel blij om terug naar huis te gaan met die 3 punten. Ja. Het doelpunt komt jammer genoeg niet op jouw naam, want anders was het wel 3 weken op rij dat jij aan de basis lag van een doelpunt. Ja, dat is jammer. Ik heb dat juist gezien. Dus ja, dat is jammer. Maar allee, het belangrijkste is dat we hier hebben gewonnen en het zal voor een andere keer zijn. Ja, de vorm heb je alleszins te pakken, dus daarop kan je vooral voortbouwen voor de volgende wedstrijden. Er komt een moeilijk 3-lijk aan. Ja, maar we moeten gewoon sowieso tegen die ploegen spelen. Dus dat is toch leuk om nu tegen hun te spelen. Dat zijn ploegen die ons beter passen misschien. Dus ik denk vooral aan Westerlo. Voor de rest zullen we wel zien. Maar dat zijn belangrijke matchen die komen, die we zullen spelen om zo ook mogelijk te eindigen. Ja, de coach zegt altijd, we gaan uit van het voetballend vermogen. Dat is hier wel duidelijk gebleken. Deins had eigenlijk de hele wedstrijd het overwicht. Heb je daar een andere mening over? Nee, het was eigenlijk zo in de match. Alleen de laatste 15 minuten van de eerste helft waren moeilijker voor ons. Maar voor de rest hebben we de match goed gecontroleerd. En dus ja, we zijn blij met die overwinning. Ja, en waarschijnlijk is zo'n vroeg openingsdoelpunt helpt daar wel bij om de wedstrijd wat open te breken. Ja, dat is ook waar. Maar er zijn veel matchen geweest waar we de eerste goal hebben gescoord. En dan die tegenstander is teruggekomen. Dus ja, ik denk wel dat het nu belangrijk was om de nul een keer te houden. En met die nul kunnen we ook blij zijn. Ja, inderdaad. Veilige rit alleszins naar huis. Bedankt om even nog het interview te doen. Dank je. Coach Wim de Dekker, proficiat met de overwinning hier op Virton. De nul gehouden ook, 2 doelpunten gemaakt, dat doet waarschijnlijk deugd. Ja, absoluut. Hè. De manier waarop doet heel veel deugd. Ik denk op deze overwinning valt niets op af te dingen. We starten heel goed aan de wedstrijd. Heel veel intensiteit, heel veel drive. Heel veel goede looplijnen, heel veel goede combinaties. Tweede ballen waren voor ons, dus op alle facetten hadden we de bovenhand ten opzichte van Virton. Het enigste minpunt is misschien dat we meer dan 2 doelpunten hadden moeten scoren. Maar we nemen de goede dingen nemen we zeker mee. En een deugdende overwinning. Ik kan me ook voorstellen dat het tactisch plan die voorafgaand aan deze wedstrijd werd uitgedokterd, tot in de puntjes is uitgevoerd dan vandaag? Ja, toch wel. Hè. Anders kan je ook geen dergelijke prestatie neerzetten. Maar het is een heel leuke groep om mee te werken. Je merkt dat ze ook beter en beter op elkaar worden ingespeeld. Dan ze elkaar beter aanvoelen, dat die connecties op het veld beter en beter lopen. Dus dat maakt het heel mooi. Want ik ben niet zeker dergelijke overwinningen, of dat we die in het begin van het seizoen al winnend gingen kunnen afsluiten. Nu doen we dat wel, dus je ziet dat die groep echt wel enorme stappen voorwaarts aan het zetten is. Zeker, dan heb ik het vooral op het gebied van maturiteit. Voetballend vermogen, dat hadden we al. En als je die twee samen kunt voegen, dan kunnen er misschien nog wel mooie dingen staan te wachten. Ja, als ik dan even vergelijk met de eerste confrontatie tegen Virton, zoals je zelf zegt, we komen dan ook op voorsprong. Maar dan kunnen we dat niet vasthouden. Vandaag heeft Deins het 90 minuten lang het overwicht. Ja. Ja, het is inderdaad wat ik bedoel. Ook niet vergeet natuurlijk, nog heel veel jongens komen toch ook van lagere reeksen. Dus die moeten ook wel wat stappen zetten in dit profgebeuren. Maar ze doen dat heel goed. Als trainers zullen we soms wel eens willen dat nog rapper kan. Maar het is ook ergens logisch natuurlijk. Ja, Deins heeft ook de nul gehouden. Dat is ook met vertrouwen vooruitkijken dan naar volgende week. En de 2 wedstrijden daarna, want er komt een moeilijk 3-lek aan. Ja, moeilijk 3-lek, maar ik denk zeker tegen deze 2 ploegen, Westerlo en Waasland-Beveren, hebben we al heel wat punten genomen. Dus zeker Westerlo ook een voetballende ploeg, wat ons wel ligt. Maar dit is gewoon een wedstrijd, 1 wedstrijd uit de reeks en we kunnen die winnend afsluiten. Dus de goede dingen meepakken en op naar Westerlo. Maar dat deze overwinning deugd doet, dat is zeker. Dan ga ik ervan uit dat het doel weer is om een reeks neer te zetten, want dat is het seizoen nog niet gelukt, dit seizoen. Ja, en dat is dus het deeltje maturiteit, wat ik daarnet zag. Dus de groep is stappen aan het zetten. En ik hoop dat ze nu ver genoeg staat om eindelijk die reeksjes neer te zetten. Ik hoor het net ook van andere journalisten, denk ik, dat we de beste voetballende ploeg zijn uit de reeks. Daar blijf ik ook bij. Dat is effectief zo. Maar het is ook duidelijk dat in deze reeks de best voetballende ploeg niet altijd jammer genoeg wint. Dus, maar nogmaals, als we die twee kunnen combineren, die maturiteit met dit voetballend vermogen, dan ziet het er nog heel mooi uit. Perfect, dankjewel en geniet van de overwinning. Dankjewel.